Marisa Pieplenbos, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het ermee? Prima. O-nieuws vandaag. Als we kijken naar je eerste onderwerp, de buit is binnen. En dan praten we over het Surinaams elftal. Waarom was dat zo opmerkelijk voor jou? Ja man, ik heb een zoon die heel lang heeft gevoetbald in zijn jonge jaren. En we zijn alle twee gek van voetbal. Het is een familieding. En hij zegt gisteren, mama, Ajax heeft verloren, maar Suriname heeft gewonnen. Nou, en dat is belangrijker dan het hele Ajax op het moment, zei ik toen tegen hem. En daar was hij mee eens. Ik vind het geweldig. Ik zie dat er heel veel topsporters zijn en iedereen zit altijd zullen. Ze krijgen de kans, Je moet de kans die je hier hebt nemen en je moet je ding doen voor je land. En dat is gebeurd. Dus ik ben trots op ze. Dan gaan we snel door naar je tweede onderwerp. Nieuwe Dalang toont traditionele kunst. Vertel me er iets meer over. Dalang. Ik heb een Indische vader en een Surinaamse moeder. Dus mijn interesse op het moment, dat is leeftijdsgebonden, gaat ook uit naar de achtergrond van mijn vaders kant. En dan ben ik blij dat ik in een land woon waar die achtergrond ook terug te vinden is. Bij de Indonesische afstammelingen, de Javaanse mensen. En ik ben heel erg blij dat in de laatste 2 jaar zij hun culturele kunsten, dans, muziek en visuele kunsten delen met alle bevolkingsgroepen en niet alleen in hun eigen bevolkingsgroep. Dat gevoel had ik vroeger. Nou, dat vind ik gewoon super. Daar ben ik heel blij mee. En ik denk dat het te maken heeft met de mensen bij cultuur zitten en ook met de nieuwe leiding van jonge Javaanse mensen op allerlei verschillende plekken waaraan de Javaanse cultuur wordt gedaan. Super. Als ik je de vraag zou stellen, wat houdt je nou bezig deze dagen in de maatschappij? Wat zou dan je antwoord zijn? Wat mij altijd bezighoudt, dat meen ik serieus en ook deze dagen, is jongeren met hun talenten, dat ze ontdekken. En het is vast een verhaal wat al iedereen heeft verteld, maar vind ik wel iets belangrijks. Dat ze ontdekken wat hun talent is, wat ze met hun hart kunnen doen. Dat ze zich daarop focussen en dat ze daar iets mee gaan doen voor hun toekomst. En als je iets doet wat je met je hart kunt doen, en dat ik heb wel de leeftijd dat ik weet dat dat gewoon klopt, dan kom je er veel makkelijker dan dat je iets opgelegd of opgedronken hebt. En dat betekent niet dat je niet naar school moet gaan. Want de basis van iets wat je met je hart kunt doen is natuurlijk je ontwikkelen, naar school gaan. Maar heb je talent voor muziek, doe daar iets mee. Zodat je al die twee dingen samen kunt uitvoeren, je hele leven lang. Heb je talent voor theater, doe er iets mee. Of talen, ga nog een taal erbij leren buiten wat je op school doet. En dat hoop ik echt, want dat is niet alleen de toekomst van het land, maar de toekomst van elk individu. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Marisa Pieplenbos, wat kunnen we het komende jaar nog van jou verwachten? Nou, ik ben heel druk met de Nationale Volksmuziekschool Suriname. Daar ben ik directeur. Daar ben ik echt op gefocust. En het is een pittige baan met heel veel dingen die we willen doen met z'n allen hier. Hoef het niet alleen te doen. Dus ik denk dat dat eigenlijk is waar jullie het meest naar kunnen uitkijken. De zaken die de Nationale Volksmuziekschool aangaan. Ik dank je ontzettend voor het fijne gesprek. En ik wens je ontzettend veel succes. Dank je ook.